Goedemorgen is het. Welkom weer bij een nieuwe vlog van mij. Ik heb de afgelopen 6 maanden echt maar een handjevol keren kunnen vissen. Dus vandaar dat er ook niet zoveel vlogs online gekomen zijn. Omdat ik gewoon geen tijd om te vissen. Omdat ik thuis het huis, eerst de woonkamer helemaal opgeknapt heb. En de laatste maand, de hele maand januari en een klein deel van december, heb ik mijn dochterskamer helemaal verbouwd thuis. Dat is nu allemaal achter de rug. Dus ik hoop dat ik nu wat meer tijd heb weer om wat te gaan vissen. Het is de wintervisserij. Wel een van mijn favoriete tijden van het jaar ook. Omdat ze redelijk compact allemaal bij elkaar liggen vaak. De karpers. Alleen de locatie waar ze liggen. Dat is het grote vraagteken bij menig karpervisser. Zo ook bij mij. En bruggen zijn altijd een goed aankopingspunt. Om er tegen de pijlers die in het water staan aan te vissen. Dat biedt een goede beschutting voor die beesten. Dat ben ik nu aan het doen. Ik vis één Ronnie-richtje met een wit klein pop-upje. En één combi-richtje met 2 nepmaisjes slow sinking op een bedje van hennep. Ze zijn nu even rustig, maar ik had net mijn eerste hengel al gedaan. En toen ik naar mijn tweede hengel liep, ging hij al af. Een fluiter van je welste. Dus ik pak hem op. Ik voel een klein beetje contact. Volgens los. Dus ze zitten er wel. De vraag alleen of het er 1 of meerdere waren. Ik hoop op meerdere. Dat er ook meerdere wat trek hebben. En dat ze niet te veel verstoord zijn door die run. Of door die prik, zeg maar, van die haak. Ik heb nog wel vertrouwen dat er wel eentje uit kan komen. Zo niet, dan heb ik toch heerlijk gezeten en heb ik toch weer een run gehoord. Helaas heb ik die niet op film. Het was wel heel snel ontricht. Ik lag nog geen 5 minuten in, denk ik. Dus, voor de rest instant. Ik heb niet voorgevoerd, dus gewoon lekker bruggen afvissen. Gewoon instant tekken, gewoon zoeken naar die beesten. Waar liggen ze? Waar kan ik binnen een uurtje, anderhalf uur een aanbeet verwachten? En heb ik geen aanbeet binnen anderhalf uur, dan moet ik gewoon verkassen naar een andere plek om te gaan zoeken. Nou, dat was even spannend. Een paar piepjes op rood. Die ging net trouwens ook af. Dat voor nu even. Krijg je ook nog wat. Ik ben ook nog carp zwolle geweest, nog zaterdag een dagje. Een beetje rondgebanjerd, gebanjerd. En gaan kijken en een beetje gepraat met iedereen. Best gezellig. Weinig nieuwe dingen gezien op de beurs, maar een kleine impressie zie je zo, als het goed is even. Dus tot zo weer.
Nou, daar ben ik weer. Ik heb wel wat plannen met mijn YouTube kanaal. Met een zit in mijn hoofd wat ik wil gaan uitvoeren dit komende jaar. En dat is dat ik een soort van slap aftreksel wil gaan doen met van de challenge van Fox. Met Harry Charrington en Mark Pitchers. Ik doe het dan alleen. Ik heb gewoon een aantal challenges opgeschreven op deze kaartjes. En dat kan een 24 uur challenge zijn zoals deze. Maar ik heb ook een 48 uur challenge erin zitten. En ik grabbel gewoon iedere keer op het moment dat ik van plan ben zo'n challenge te willen gaan doen. Grabbel ik één van die kaarten. Dan schud ik ze gewoon door midden. Dan trek ik een kaartje. En dat doe ik dan. En daar ga ik dan een vlog van maken. En die kan of slagen of niet slagen. En goed, ik vind het hele concept van de challenge gewoon wel grappig van Fox. En daar ben ik wel echt fan van. Dus dat wilde ik zelf gewoon uitrollen in mijn eigen kanaal. Alleen dan een slap aftreksel natuurlijk. Want Harry en Mark Pitchers zou ik nooit overtreffen. Ook niet met de beelden, aangezien ze met z'n tweeën zijn. Dus ze kunnen beide gewoon filmen en doen. En ik ben in mijn uppie. De eerste challenge die ik sowieso wil gaan doen is de 24 uur uitdaging brughopping 2023. Vang minimaal 5 karpers bij 5 verschillende bruggen in 15 effectieve visuurtjes. Dus dat zijn de uren dat er daadwerkelijk aas in het water ligt. Dus dan ga ik een klokje meenemen en dan ga ik elke keer timen op het moment dat er één aas in het water ligt, dat gaat het aantal uren in. En heb ik een karper gevangen bij een brug, dan moet ik ook meteen weer verkassen naar een andere brug, want 2 karpers bij dezelfde brug, dat telt dus niet. Dus ik ga 5 verschillende bruggen opzoeken. Of plekken waar ik een karper kan vangen, het liefst bruggen, omdat ik de brughopping 2023 heb genoemd, de challenge. En dat is de eerste challenge die online gaat komen, denk ik, op mijn YouTube kanaal. En die zal in de maand februari gevist gaan worden. En dan hou ik bij de uren bij. En dat kan op verschillende dagen zijn, maar ik hou het aantal effectieve visuren bij. En ook het bruggen waar ik ben geweest, die noteer ik. En dan hoop ik die challenge te halen. En zo niet, even goede vrienden, maar dan heb ik in ieder geval weer een leuke uitdaging gehad. Vinden jullie dat nou een leuk concept en hebben jullie nu een goede idee daarvoor? Dan hoor ik het graag in de comments. Een challenge, want ik heb ook nog 2 blanco blaadjes voor 24 uur uitdagingjes. Kijk, helemaal blanco. En die kan ik dus ook nog invullen voor een van de comments. Moet ik dan uit gaan kiezen waarvan ik denk van nou ja, dat is haalbaar. Want het moet wel een haalbare challenge zijn. Ik bedoel, vang 40 karpers in een weekend tijd is geen haalbare opdracht in de maand januari. Ik noem maar even wat. Dus kom maar met ideeën en ik zie ze graag tegemoet. Thank you.
Ik denk toch dat ik te veel verstoord heb met die ene aanbeet. Want het is nu alweer een uurtje rustig. Met de Engels. En dat is geen goed teken. Want als ze de massaal hadden gelegen, had hij waarschijnlijk nog wel een keer afgelopen in korte tijd. Dat is niet het geval. Dus ik ga even rustig weer alles opruimen. Ga ik naar een ander bruggetje kijken of ik daar nog wat kan proberen. En anders houdt het voor vandaag op en dan zit het er vandaag helaas niet in. Maar ik ga nu nog even naar de andere brug. Tot zo. Nou, ik heb niet het idee dat het nog gaat gebeuren. Ik zit alweer een uurtje op de tweede brug. Er is niks anders gebeurd dan een paar meerkoeten die in mijn haakhaasje opdoken. Dus ik had hem opnieuw uitgevaren, die ene hengel. Maar er gebeurt niks, dus ik denk dat ik vandaag in ieder geval geen geluk heb met de vangsten van karpen. Hopelijk gaat het in de komende Carpet Junkie uitdagingsvlogs, want zo ga ik ze noemen, het beter. Gaat het me beter af. Dus zelfs één karper vangen bij een brug schijnt al vrij moeilijk te zijn. Dus helemaal nu in deze tijd van het jaar. Dus ja. Ze liggen er gewoon even niet of ze hebben geen trek. Ze liggen er misschien wel en ze hebben geen trek. Dat kan ook nog. Ik ga nu in ieder geval weer inpakken. En de eerstvolgende vlog wordt denk ik toch de uitdagingsvlog met die vijf bruggen afvissen. En dan vijf karpers vangen op vijf verschillende bruggen. Dat wordt sowieso de eerste uitdagingsvlog en die ga ik binnenkort opnemen. Ik heb gelukkig wel wat meer tijd om nu weer te gaan vissen. Dus dat ga ik zeker doen. Ik wil jullie bij deze bedanken voor het kijken naar deze vlog. Abonneer op mijn kanaal als je niks van de uitdagingsvlogs wil missen. Ik ben jullie zeer dankbaar. Dankjewel voor het kijken en hopelijk tot de volgende vlog waar ik wel wat mooie vis in kan laten zien. En ik heb er zin in. Dus hopelijk tot de volgende vlog, jongens. Ciao, ciao.